Goedendag, welkom in deze nieuwe 10-daagse weervideo in onze vernieuwde weerstudio. We gaan even kijken of de nazomer nog een goede kans maakt deze maand. Want momenteel is het toch echt wel een beetje wisselvallig en toch wel koel herfstweer in het land. Dit was het beeld vandaag in Deventer. Een goede onweersbui in de verte, terwijl op de voorgrond nog de zon scheen. Het weerbeeld zorgde echt wel voor flink wat variatie vandaag. En de komende dagen gaan ook echt nog wel wat buien vallen. En dat hebben we allemaal te danken aan een koude bovenlucht. Dus het beeld op 500 hectopascal, ongeveer 5 kilometer hoogte. Ja, dan zien we dus dat die temperatuur bij ons behoorlijk aan de lage kant is. Dat veroorzaakt dus ook al die buien. En we gaan even kijken of die koude wel bij ons in de buurt blijft, of dat we toch nog met heel wat ander weer te maken gaan krijgen begin volgende week bijvoorbeeld. We zien namelijk dat die bel in eerste instantie nog bij ons in de buurt blijft hangen. En dat dus die buienvorming nog wel even doorgaat. Maar in de loop van vrijdag zien we dat die koude bovenlucht al wordt afgesnoerd boven Centraal-Europa. Al daar heel veel regen en ook sneeuw in de Alpen. Maar bij ons dus al tijdelijk wat rustiger weer. Wel is het zo dat het GFS-model, waar we nu naar kijken, op maandag nog met een nieuw putje van koude lucht komt. Maar het is van tijdelijke aard, dat trekt allemaal weg naar de Middellandse Zee. Ja, dan komt bij ons dus de baan vanuit het oosten vrij. En dan zien we eigenlijk als het ware een omega-blokkade op de laatste kaart. En dat wil dus zeggen dat storingen vanaf de oceaan ons niet kunnen bereiken en de stroming bij ons aflandig wordt. En ook in dit jaargetij betekent dat vaak nog hele droge en ook zonnige lucht als het ware. Dus storingen blijven op afstand en dus ook ja, stabiel weer. En als we ook even naar de grondkaart kijken met de bijbehorende neerslag. Ja, dan beginnen we opnieuw weer deze donderdag. Dan zien we in eerste instantie nog die glijbaan vanaf de Noordzee met die buien. Dat blijft ook nog wel even zo. Al zien we in het weekend dat het langzaamaan wat stabieler wordt. Maandag zou er nog wel even een plukje kunnen landstrekken in het Amerikaans weermodel. Maar dan zien we ook dat een hoge drukgebied opbouwt ten westen van ons. En dat dat hoog begin volgende week aan de wandel gaat richting het noorden van Europa. En dat die omega-blokkade dus ook aan de grond goed tot zijn recht komt. We zien dan een stroming vanuit het noorden, vanuit het oosten. En dus ook de aanvoer van relatief droge en stabiele lucht. Er staat dus echt wel heel ander weer opnieuw weer op het programma voor de nieuwe week. Dus nog even geduld hebben, maar het gaat dus veranderen. Goed, eerst nog het weer van morgen. Morgen is eigenlijk een beetje een herhaling van vandaag. Zei het dat de buien in de kustprovincies echt wel een stuk actiever zijn. Bekijk nog even onze weervideo van eerder vandaag, waar we nog even wat meer in detail gaan in die buien bij de kustprovincies. Het kunnen echt felle buien zijn met ook wateroverlast. Landinwaarts worden die buien geleidelijk aan wat minder actief. Ze zullen er ook wel over trekken, maar het valt allemaal wel wat meer mee. De temperatuur ligt zo rond een graad of 15 à 14. En is nog altijd wel aan de koele kant voor de tijd van het jaar. En ook vrijdag dus nog een aantal buien die over het land trekken. De temperatuur begint al wel voorzichtig te klimmen. Komt op waarde rond de 16 graden uit. Ja, het weekend verloopt op zaterdag al een stuk droger. Op zich geen hele onaardige dag. Temperaturen 16, 17 graden. Niet al te veel wind en erbij een afwisseling van wat wolkenvelden en zon. Maar zondag zien we toch iets meer wolkenvelden en er zou er weer een bui kunnen vallen. Maar ik zei het al, na die maandag gaat het weerbeeld toch waarschijnlijk echt veranderen. We zien dat de temperatuur wat begint te klimmen en op waardes op langere termijn uitkomt op 20 tot 22 graden. Daarbij is het waarschijnlijk ook droog weer, want als we kijken naar de neerslagverwachting, dan zien we eigenlijk dat na maandag de neerslagkansen er helemaal uitgaan en dat het echt een stuk droger wordt. Kortom, na dat wisselvallige weer waar we nu nog in zitten, gaan we vanaf dinsdag echt wel een paar mooie nazomerse dagen tegemoet. Ik wens u een fijne dag.